Ja, had je 10 jaar geleden gezegd, joh, jullie gaan een stofzuiger ophangen. Ja, dan had ik ook gezegd, joh, gaat dat wel helemaal goed met je. Maar je moet daarin meegaan. Bij Kopcres telen wij microgroentes voor de gastronomie. Kressen, eetbare blaadjes, eetbare bloemetjes. En wij willen dat graag op zo'n duurzaam mogelijk manier geteeld hebben. De voedselveiligheid is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wij willen zo duurzaam mogelijk onze gewassen telen. Daar hechten wij heel veel waarde aan als Koppertkres. Bij deze gesneden kres hebben we nog wel eens een uitdaging van een fruitvlieg. Ja, je ziet eigenlijk in de wereld van tuinbouw dat gewasbescherming, het wordt gewoon steeds lastiger. Dus ja, je gaat op zoek naar alternatieven. Dus je moet gaan kijken naar echt buiten de box gaan denken. Ja, zijn we bij Mycotorn uitgekomen, bij Theo. Zijn we samen om de tafel gaan zitten. Hoe kunnen we nou de perfecte machine bouwen? Hij moet veilig zijn, hij moet handzaam zijn, hij moet efficiënt zijn natuurlijk. En ja, kijken naar het resultaat achter ons. Nou, de machine die hangt in het pad. Je drukt hem aan en hij rijdt eigenlijk van voor naar achter. Je kan hem instellen dat hij 1 of 2 keer heen en weer gaat. Volledig veilig, je hoeft er niet bij te lopen. Dat is heel plezierig. Hij gaat rollen, hij doet zijn werk. Als hij klaar is, gaat hij terug naar zijn startpositie. Het mooie van de machine is dat de zuigkracht te reguleren is. Je wil natuurlijk niet dat de zaden van de tafel afgezogen worden. In iedere tiltstadium gebruik je eigenlijk een ander zuigvolume. Dus heel fijn dat gewoon feilloos instelbaar is. Ja, de eerste resultaten zijn gewoon goed. We zijn heel blij dat hij er is. Nou, het mooie van de hele zuigunit, hij hangt aan het verwarmingssysteem. Dus we hebben niks extra's hoeven aanbrengen of wat dan ook. Het is een moederwagen met een monorail. En ja, hoe mooi wil je het hebben? Je moet anders tegen de wereld gaan aankijken. En ons gaat het zeker helpen in wat we willen bereiken. En ja, ik kan me zo maar voorstellen bij andere collega's dat dit ook een tool kan zijn om te helpen.